Good to go, man. Dagen onderweg geweest voor dit. Voor één locatie. Dat is dag drie, hè. Einde dag drie al, ja. Ja. Duizenden kilometers gereden. Twee vluchten. Jezus, moet wat voor over hebben. Yep. Ja, onze is het allemaal waar. Inderdaad. Mijn vakste plek. Ik denk dat dat wel mijn favoriete plek ooit is. Dus ik hoop niet dat we onverwachte dingen tegenkomen daar. Still see the car down there. Het is maar goed dat we niet verder zijn gereden. Ja. Hier hebben ze dus een soort vallen gemaakt. De schapen pinnen in de grond gelegd. En als je eroverheen rijdt, is je band dus echt kapot. Ja, daar moet je zeker van zijn. Getting too dark, so we get out the IR camera. All areas around are active. Good? Yeah. All right. Very obvious. So when something happens, we shouldn't film then? 2, 3, 4, 5. 4 or 5 kilometers, all right? Mm-hmm. Yeah. All right. That is okay. It's pretty deep. We zijn nu bij het gebouw. We moeten alleen snel naar binnen, want er zijn auto's rond hier. It's beyond epic, man. Damn. Some bats here. Ja, we zitten nog eventjes hier, even nog te chillen. Jan en Morten slapen al. Dit is de enige ruimte waar niet geen ruiten zijn, dus we zitten een beetje safe hier. Per kwestie van geluk hebben hier. We hebben ook in naar hier komen 2 of 3 geweerschoten gehoord, maar die zijn helaas niet op beeld. Allee, dat kun je niet horen. Nee. En de auto dat we zien bijvoorbeeld met stoplichten, is ook niet op beeld. Dat is ook niet op beeld, nee. Want ja. Het is vooral spannend geweest. Ja, buiten de kamer. Buiten de kamer. Ja. Het is nu 2:00 trouwens. Local time. We zijn best wel moe. We gaan daar ook slapen. Alle 6 komen weer de zon op, dus het gaat een lange dag worden. Maar wel echt vet. En een korte nacht. Ja, een hele korte nacht. Weer al. Het is al de derde slechte nacht die we gehad hebben. Ik zie eruit als een zombie. Maar er zit me echt helemaal niks, jongen. Dat is echt helemaal niks. Het mooiste wakker worden naast dit. Oh.
super gewoon, man. Hoe kan je nog op te staan eigenlijk, man? Ja, wat doe je? 6 uur of zo. Oh, fuck. Het is... Alles 7. Videobeeld is alleen ja, veel minder indrukwekkend dan het echt. Ja, ik heb ze echt groot gemaakt. Nou, zonder kijken zo. Ja. Echt crazy. Om even een indruk te geven hoe groot het hier is. Het is moeilijk in te schatten. Blijf maar komen. Jesus Christ. Zo hoog is het dus. Ik moet even kijken of we erin kunnen. Kom je elke dag tegen. Het is gewoon easy, man. Ja, piepschuiven. Ik heb wel het hardschap. Het is de binnenkant van de piepschuiven. Is dat ook open of kom je niet verder? Nee, komt u niet verder. Ja. We zijn dus nu in de buurt aangekropen. Een van de ruimte shutters. Zet die maar eens neer even. Ja. Dat is heel krap hier. Moet je kijken. Is er een afterburner of zit hij in een straaljager? Op de shuttle? Echt? Ja. Godverdomme, ja. Ik heb de foto ook trouwens net hier. We zaten net op de shuttle, komt John aan de rennen. Die riep dat we moesten verstoppen. Want er zijn geen auto's aangekomen hier, dus... we moeten even stil in deze shuttle blijven zitten. Het is geen straf.
lekker kokerel, hè. Spaghetti bolognese. Vandaag. Morgen normaal gezien kip. We mogen geen gas meer nemen op het vliegtuig, dus doen we het maar met aanmaakblokjes. Bijna. Hop, ja. Hij is daar. Hij komt deze kant uit, denk ik. Even de hoorn voorbereiden, de telefoon nog laden. Ik moet 2 minuten uit de kijk staan. Want dat gaat natuurlijk heel veel kabaal maken. En dat is niet het enige probleem, maar waar we geen GPS binnen hebben. Dus vliegen is ook erg lastig. Met al die obstakels wat er nog een zwaar klus. Ja, al die kabels en zo. Ja. Ja. Waar is jullie daarop? Ik geloof in u. Mocht er niet altijd uit uitkijken, want de security heeft hier langs, dus hopen dat hij niet komt. Let's go! Ja, ja. Het zal niet makkelijk worden. Oh. Godverdomme, foutmeldingen vliegen me om de oren hier. Dat was een very close call, man. Godverdomme toch. Zag je daar een klein beetje paniek? Ja. Normaal land je automatisch. Ja, blijkbaar niet vandaag. Holy fuck, man.